De Britse kolonel Merrick en burgemeester van Grootheest van Culemborg gaven zaterdag 4 september persoonlijke spullen van sergeant Eric Jones Roberts uit Wales een plekje in een van de vitrines in het Vurense Sky of Hope Museum. Een brief aan zijn zussen, een dagboekje en zijn rijbewijs werden geschonken door zijn nabestaanden. So I was very lucky enough to place a letter. It was the last letter that Eric Jones had sent to his twins, sisters, for their birthday. So which had been amazingly had been saved after his death and was donated to the museum by his grandniece. So it was a real honor to be given such a personal and special sort of really very moving piece of history to place into the museum. De Welsche Eric Jones Roberts, navigator op een Whitley bommenwerper, kwam samen met piloot Gordon Ford op 17 juni 1940 om het leven toen de bommenwerper neerstortte in de Redinghemse Waard. Annemarie van den Heuvel brengt de omgekomen navigator regelmatig een bezoek. Als ik langs de begraafplaats kom, dan ga ik meestal wel even langs. En met dode herdenking, dan breng ik meestal een bloem, een rode bloem, omdat de rode kleur van Wales is. Het is belangrijk dat er wordt gezocht naar de nabestaanden van deze omgekomen militairen. Nou, zodat zijn familie weet wat er gebeurd is met hem en dat ze een plaats hebben om hem op te zoeken. Maar ook om een beter beeld te krijgen van wie Eric was. Ik heb het gevoel dat het een hele vrolijke jonge man was. En ik vind het heel fijn als meer mensen kennis met hem kunnen maken.